En dank dat u bent ingegaan op onze uitnodiging op deze belangrijke dag voor Suriname. Wanneer we praten over digitalisering en informatiesystemen, hoort u al heel lang. Uit documentatie zie ik dat er al lang terug gesproken werd over digitalisering van de gezondheidszorg, digitalisering van systemen, processen. Allerlei voor- en nadelen zijn al heel lang uitgezocht. Maar anno 2023 denk ik dat de vraag ook post-COVID-19 steeds groter is gaan worden. Het ministerie is dus zich gaan beseffen dat digitalisering nu bijna geen luxe meer is, maar meer een noodzaak is voor het verbeteren van diverse structurele processen in de gezondheidszorg. En wat houdt eigenlijk de digitale transformatie in? Zo meteen gaat u natuurlijk de detailinformatie krijgen vanuit het lead team van IS4H. Laat me aangeven dat digitale transformatie van de zorg dus hoog op de agenda staat van het ministerie van Volksgezondheid. Digitale transformatie behelst dus het gebruik van geautomatiseerde instrumenten en informatietechnologieën om de manier waarop wij werken, communiceren en interageren te veranderen en zelfs de manier waarop we denken. De digitale transformatie is gemaakt en mede mogelijk gemaakt samen met de nationale stakeholders, waaronder de ziekenhuizen, de Vereniging van Medici, de RGD, de medische zending. Er is een breed draagvlak dus gezocht. Omdat wil je processen gaan introduceren, dan moet je draagvlak hebben van de gebruikers, de end-users, de consumenten en anderen. Dus we hebben een breed draagvlak gecreëerd en we hebben alle aspecten, alle concerns van de mensen meegenomen. De transformatie van onze zorg, de digitale transformatie dus, wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de IDB en de PAHO. En wij maken dus daardoor ook gebruik van internationale kennis, ervaring die Suriname kan gebruiken bij dit belangrijk proces. Strategisch focussen we op de volgende zaken: preventie en vermindering van ziekte, dan wel chronische ziekte en sterfte. Het vergroten van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. De strategie van e-government, van e-gov dus, om de digitale infrastructuur te verbeteren. En hoe wij te werk gegaan zijn, er is een heel veel voorwerk gedaan. Om een goede uitgangspositie te hebben, is er een IS4H Maturity Model Assessment gecreëerd. Dat was de nulmeting, om gewoon na te gaan, wat hebben wij op dit moment aan digitale systemen, aan processen, aan allerlei van netwerken beschikbaar. En dat was de nulmeting voor wat betreft de digitalisering. Er is een gezamenlijke toekomstvisie ontwikkeld, met het oog om de Surinaamse situatie te verbeteren. Hierbij werd rekening gehouden met onder andere de multiculturele aspecten, maar ook de geografische spreiding van de zorg in Suriname. Er zijn ook nog nieuwe technologische ontwikkelingen, instrumenten en diensten onderzocht en geïdentificeerd om de visie die we hebben als Suriname voor de digitalisering te ondersteunen. Het doel van het digitaliseren is het structureel verbeteren van de zorg, waarbij de patiënt centraal staat en betrokken wordt. Dit zullen we moeten bereiken door het versterken van de planning, het beheer en het management van de zorg. Doordat er nu data centraal beschikbaar is, het verbeteren van de IT-infrastructuur, het beschikbaar maken van gegevens voor klinische zorg en het maken van beleid op basis van deze beschikbare gegevens. Er zullen heel veel vragen zijn bij u. U hebt zo meteen de gelegenheid om, naar aanleiding ook van de presentaties, gedetailleerde presentaties van ons team, het een en ander na te vragen. Het transformeren van de manier waarop de zorg wordt uitgevoerd door middel van digitale zorg en nieuwe technologische ontwikkelingen. Denk hierbij aan digitale portalen, apps op de telefoon, telehealth voor het binnenland. Maar ook nog, we kunnen wij het vergaren van kennis op basis van digitale gegevens en het verbeteren van de toegang tot deze kennis, welke uiteraard de zorg zal gaan versterken en onze zorgresultaten zullen moeten gaan verbeteren. Als we kijken naar public health, is het belangrijk dat de automatisering van de eerste lijn zorg, dat is zoals wij weten de huisartsenzorg, zal
een grote impact hebben op de public health. De automatisering helpt onze public health organen, onze public health structuren zoals BOG, RGD en anderen, verbeteren monitoring en reacties op health threats. Informed decision making, doordat zaken geautomatiseerd en gestandardiseerd worden, kunnen we op vele vlakken beter beleid maken. En dit kan variëren van gerichte educatie omtrent bepaalde ziektebeelden die veel voorkomen in bepaalde delen van de populatie, tot het actief reageren op ziektebeelden en inkopen van medicamenten die een opwaartse trend laten zien van voorschrijvingen. Automatisering heeft ook als voordeel dat onze public health agencies hun processen kunnen stroomlijnen en, belangrijk, dat de administratieve kosten hier ook gereduceerd kunnen worden. Onze resources financieel kunnen daardoor ook effectief en efficiënt ingezet worden. Zeker geldt dit al niet alleen voor de public health agencies, maar ook privépraktijken hebben er baat bij. En de verzekeraar uiteraard, die op dit moment met name met heel veel druk en papierwerk hele hoge kosten maakt in de zorg. En door automatiseren ben je ook minder lang bezig, uiteraard met administratieve zaken, kan je ook het personeel ook efficiënt inzetten. Door het digitaliseren zullen we dus een structurele kostenbesparing op gang zetten. Denk maar aan het structureel verminderen van labonderzoeken, minder incomplete diagnoses, etc. En dit is een proces. Het digitaliseren is een proces. Als we met even maar de situatie te schetsen, als u een particuliere huisartsenpraktijk of een RGD-praktijk binnenstapt. Zoals u weet hebben wij in Suriname veelal te maken met een inloopsysteem. Elke ochtend is het nog voor de praktijk onduidelijk hoeveel mensen eigenlijk zorg komen zoeken. De hulpvraag komen neerleggen bij u. Dus de polie gaat open 's morgens om 7 uur, in de meeste gevallen. Soms 8 uur, soms zelfs 9 uur. Daar moet ook verandering in komen. Maar de polie gaat open en in de Surinaamse setting stapt een patiënt 's morgens gewillig in vrije inloop op een polie. En u weet zelf ook, want we zijn allemaal mens, dat u soms in de meest optimale omstandigheid, ik zal geen tijd noemen, maar dat u soms wel uren op een huisartsenpraktijk zit met uw klacht. En dan nog niet te noemen dat het mogelijk een urgente klacht is, welke spoedig gezien moet worden door een arts of een gezondheidswerker. Maar doordat uw polie daar 80 mensen al zitten, is de kans heel groot dat uw klacht daardoor komt te vervagen in een hele grote groep algemene klachten. Uw urgente klacht. Dit is vooral te weten aan het feit dat wij in Suriname niet gewend zijn om volgens een afsprakensysteem te werken. In de eerste lijn. Terwijl we wel merken dat wanneer patiënten worden verwezen vanuit die eerste lijn naar de tweede lijn, dat is de ziekenhuiszorg, dat u, behalve als het om een urgente klacht gaat, dat u niet vrijelijk de polie van een specialist in het ziekenhuis kunt binnenstappen voor behandeling. U maakt daarvoor een afspraak. En een afspraak wordt gemaakt op basis van diverse factoren, ernst van de klacht, beschikbaarheid van de arts, beschikbaarheid van personeel en andere zaken, tools, of een simpel onderzoek ook, daar wordt wel een afspraak voor gemaakt. We merken dus dat die cultuuromslag nooit gekomen is in Suriname om al vroegtijdig ook het afsprakensysteem binnen die eerste lijn zorg te introduceren. In het buitenland zijn tal van voorbeelden waar dat inmiddels wel plaatsvindt. Het voordeel hiervan is natuurlijk dat mensen georganiseerd, gepland ook de eerste lijn zorg kunnen genieten. En dit zijn een van de ontwikkelingen, en het is een proces dat je niet zomaar teweeg brengt. Er zijn een paar artsen die we weten die werken volgens het afspraaksysteem en dan krijg je te horen van de patiënt, ja maar dus nu kan ik dus de deur van de arts gesloten omdat ik geen afspraak heb. Dus is de dokter plotseling zo geweldig geworden dat wij niet daar terecht kunnen? Nee. Het gaat om organiseren, plannen, efficiënt inzetten ook van onze middelen en het efficiënt laten plaatsvinden van de nodige zorg die geboden moet worden. Dus het zal ook een cultuur, een mentaliteits, gedragsverandering moeten komen in hoe wij kijken naar
het verbeteren van dit soort processen. En de digitalisering kan ons hierbij helpen, doordat er een afsprakensysteem in de digitalisatie van de zorg zal moeten komen. Verder is het bekend, ik geef gewoon even wat buiten protocol, lead team. Ik geef even wat voorbeelden. Als u binnenstapt, u krijgt een labbriefje van de huisarts en u gaat nu naar een laboratorium rijden om ook geprikt te worden. U snapt dat dit allemaal, en als u het bureau van een huisarts bekijkt, ziet u tal van formulieren, dagelijks, tal van drukwerk, papier en drukwerk. En u kunt zich daarbij voorstellen dat alles wat papierwerk is, enorm veel geld kost. Met het digitaliseren zullen er dus mogelijkheden ontstaan waarbij de arts met de patiënt afspreekt van luister, je moet een labonderzoek doen, een bloedonderzoek doen. Hier, ik heb het al aangevraagd hoor. De aanvraag is al gedaan en het is al geüpload in het systeem van het laboratorium. En nu maakt het even niet meer uit welk laboratorium u gaat bezoeken, want alle laboratoria zijn gekoppeld aan het systeem. Het enige wat u zou moeten doen, is dat u met uw pasje een laboratorium moet opzoeken en dan krijgen we eigenlijk dat het proces daar gaat opstarten. En maakt u zich ook geen zorgen, u hoeft niet een geprint formulier te halen bij het laboratorium. Het resultaat wordt ook weer geüpload in het systeem. Met dit voorbeeld alleen wil ik aangeven hoe effectief, hoe kostenbesparend digitalisering kan gaan werken. En natuurlijk zullen mensen het misschien niet begrijpen van ja, maar ik ga weer met mijn pasje alleen weg. De dokter heeft me niet echt kunnen helpen nog. En dat gaat tijd kosten. Misschien bij bepaalde groepen, bij bepaalde groepen personen of bij een bepaalde populatie of wat. Dat zal moeten gaan blijken in de praktijk. Maar ik denk dat we wel met ons allen eens zijn dat het digitaliseren enorm veel voordelen met zich gaan brengen. Maar neem in ogenschouw ook dat er kinderziektes zullen zijn in de praktijk, omdat we praten over een landelijke implementatie. En we weten ook dat er geografisch in ons zorgsysteem er ook verschillende systemen bestaan. Zoals bijvoorbeeld de kustvlakte en het binnenland. Er zijn veel verschillen in de werkwijze tussen die twee gebieden. En daar zullen we dus rekening mee moeten houden bij de digitalisering. Dus verandering zal bij alle stakeholders, niet alleen bij de patiënt, ook bij artsen moet het besef gaan ontstaan. En bij zorgwerkers dat zij moeten meegaan in het proces van digitalisering. Omdat je niet alleen van een patiënt kan verwachten dat die zich moet aanpassen. Ook de arts zal de nodige informatie moeten hebben. De nodige awareness zal ook gecreëerd moeten worden bij de zorgwerkers. Van luister, we gaan vanaf nu proberen, te starten met het afsprakensysteem. Als iets niet urgent is, maak liever een afspraak vooraf. We kunnen je bijna garanderen dat je niet langer dan een uurtje op de poli zal blijven. Terwijl je nu eigenlijk voor een receptje misschien een 5 uur moet wachten op een poli, bijvoorbeeld. Dus ook de arts zal en de gezondheidswerkers zullen betrokken zijn. Dat is al het geval. Dus de bescherming, de concerns zijn belangrijk. En dan heb je uiteraard de vraag, en er zal zo meteen ook op ingegaan worden. Maar dokter, hoe veilig is mijn gezondheidsinformatie in een systeem? Wie kan die informatie zien? Kan een verzekering, iemand die bij de verzekering werkt, zien dat ik bijvoorbeeld recentelijk bij mij longkanker is geconstateerd of suikerziekte? Dus dat soort zaken worden allemaal ook meenemen, die garanties die we moeten gaan bieden, hoe persoonlijke gezondheidsinformatie beschermd moet worden. Maar ook bijvoorbeeld de fluctuaties in stroomonderbrekingen. Hoe doen we met uitval van internet? Dat zijn allemaal zaken. Is internet overal toegankelijk in het land? Dus al deze zaken zullen zo meteen tijdens de uitleg en de presentaties worden belicht. Het ministerie van Volksgezondheid is de grootste voorstander van digitalisering nu en zo snel mogelijk. Omdat ook wij dagelijks geconfronteerd worden met heel veel inefficiënties. Heel veel kosten die voorkomen zouden kunnen worden als zaken digitaal zouden zijn. Vooral als ik kijk naar het beleid en ik aan mijn onderdirecteuren of directeur vraag. Maar directeur, hebt u een idee hoeveel personen in het land op dit moment roken? Hoeveel personen
gebruiken een bepaald type insuline? Hoeveel personen kunnen we forecast maken voor beleid, voor budgetallocatie? Hoe staan we met public health? Is er op dit moment een dreiging? Merk je dat er misschien heel veel rapportages binnenkomen van een gebied in Komowene, Alkmaar of zo? Zijn er veel diarree gevallen? Dat kan je niet weten als je zaken op papier hebt en je nog steeds het bijhoudt. Iemand moet dat analyseren. Want zolang je niet analyseert en met individuele gevallen, de journalisten die bellen vaak, is er nou sprake van een uitbraak hier, een uitbraak daar? Ik kan u niet zeggen. Ik kan het niet zeggen met een klik op de knop, omdat ik het niet heb. Maar als er zaken zijn die worden gerapporteerd, komen er alarmsignalen binnen. En dat kan door een analyseteam vanuit die digitalisering ook analyses gemaakt worden. En het ministerie kan voorbereid worden op, hallo, let op, er zijn te veel diarreegevallen deze week geconstateerd in een bepaald gebied. En u moet waarschijnlijk daar even de vinger aan de pols houden en even kijken wat er aan de hand is. Dus dit zijn maar een paar voorbeelden. Uiteraard is het belangrijk dat dit allemaal past binnen een structuur. En vandaar dat het ministerie ook recentelijk op verschillende niveaus gesproken heeft over de zorgautoriteit die binnenkort ook gestalte gegeven zal moeten worden om zaken in goede banen te gaan leiden. Want je kan digitaliseren, maar je moet ook iets met die informatie kunnen doen. Je moet het ook kunnen analyseren en verwerken in het beleid. Nogmaals, dit is mijn introductie. Ik ben uiteraard benieuwd ook zelf naar de presentaties. Er zijn wat animaties waarbij u duidelijk gaat zien welke risico's wij dagelijks lopen in het huidige systeem zonder digitalisering. Wat de voordelen, de nadelen, natuurlijk niet de nadelen, maar laten we zeggen de uitdagingen zullen zijn bij de opstart. Heel belangrijk is de intentie van deze persconferentie om de samenleving alvast te informeren dat er veranderingen op gang zullen gebracht zullen worden vanuit de gezondheidszorg, met name de digitalisering, de werkwijze, en dat wij eigenlijk uiteraard draagvlak ook zoeken bij de samenleving en dat u als media uiteraard oog en oor zult zijn in dit belangrijk proces. Ik wens het team verder een hele goede presentatie en ik dank u voor de aandacht. Zoals eerder aangegeven, heeft de IDB apparatuur geleverd als onderdeel van de lening. En dit apparatuur is geschikt voor institutionele strengthening en ook voor hearts. De IT-equipment is gekocht en geleverd voor het ministerie van Volksgezondheid, waaronder ook BOG, Dienst Dermatologie, Medische Zending, RGD. En de minister zal dit symbolisch overdragen aan de desbetreffenden. Ik ga dus onstage roepen, de minister nogmaals, dank u. De vertegenwoordiger van Medische Zending, meneer Melvin Uiterlo. En de vertegenwoordiger van RGD, de heer Kunj Bihari, voor deze overhandiging. Dank je. En u snapt, als je gaat digitaliseren, is de eerste vraag die de overheidsorganisaties uiteraard stellen van, ja, ministerie, we willen meewerken, maar u weet dat wij bitter weinig hebben aan IT-equipment. En in het kader van de digitalisering is het dus belangrijk dat er ook middelen gereserveerd waren voor de ondersteuning van deze organisaties in IT-equipment. Dit zal uiteraard niet voldoende zijn, maar we hebben een belangrijke stap gezet om ook vandaag de overdracht te doen van een aantal belangrijke randvoorwaarden, technische randvoorwaarden, om over te gaan tot digitalisering van de gezondheidszorg. De particuliere sector, die heeft uiteraard, zijn er ook afspraken mee en er zal op andere manieren ook ondersteuning geboden worden. Maar we weten dat ook in de particuliere sector heel veel klinieken al feitelijk de richting tot digitalisatie hebben ingezet. Alleen is het niet in een, laten we zeggen, een structuur dat je ook controle en regie daarop hebt. De medische zending, de heer Melvin Uiterlo en dokter Kunj Bihari van de RGD, die zullen dus in ontvangst nemen vandaag, symbolisch, want de donatie is er. Dus de apparaten zijn al in place, althans geschonken en aangeleverd. Vandaag is in het kader hiervan ook een belangrijke stap dat de organisaties vanuit het IS4H en het ministerie van Volksgezondheid deze schenking in ontvangst nemen. En we rekenen er uiteraard op, want daar werken ze ook heel hard aan. Deze twee organisaties werken ook mee conform de IS4H-richtlijnen en de adviezen. En deze spullen, uiteraard equipment, zal ingezet worden
om uitvoering te geven aan het groter doel. Dus we zullen dan de overhandiging nu doen. En ik voel me vereerd om het te mogen doen. Er zijn wat documenten die zo meteen ook getekend moeten worden voor overdracht. Maar in elk geval, met deze handeling, denk ik dat de organisaties behoorlijk ondersteund zijn om in de eerste fase van het proces op te starten. Dank u wel en gefeliciteerd. We gaan verder. Nu gaat het IIT4H-team hun presentatie geven over wat het eigenlijk inhoudt. Mag ik het panel naar voren lopen? Eigenlijk de presentator, Richard Mendes. Goedemiddag allemaal, minister. Pers. Ik zal wat verder ingaan op de digitale transformatie en wat dit precies inhoudt voor de burger en welke stappen en welke roadmap dit allemaal inhoudt. Als we gaan kijken naar wat is digitale transformatie eigenlijk? Digitale transformatie staat voor het gebruik van technologische tools om een sector te verbeteren. En voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld smartphone op de manier waarop we met elkaar communiceren. Dus WhatsApp is gekomen sinds dat er smartphones zijn en er wordt nu heel veel via WhatsApp met elkaar gecommuniceerd. Een tweede stap is bijvoorbeeld online banking. De manier waarop we bankzaken voor elkaar krijgen is met online banking. Dat is ook een technologische transformatie. Nou, als we dan kijken in de gezondheidszorg, dit is natuurlijk een vitale rol in de samenleving, dan gebruiken we momenteel nog veel te weinig technologische tools om de gezondheidszorg naar een hoger niveau te tillen. En wat we dus gaan doen is applicaties, hardware, gebruik daarvan gaan maken om de gezondheidszorg te versterken, maar ook te verbeteren. Nou, als we kijken naar de implicaties die dit hebben voor de burger, dan leidt het uiteindelijk tot verbeterde zorg. De minister heeft dit ook aangehaald. De zorgdiensten worden toegankelijker, voornamelijk in het binnenland. Als we kijken naar telehealth, dan kunnen mensen in het binnenland consults hebben met specialisten die hier in de stad zijn gelokaliseerd en op die manier geholpen worden. En hoeven dan niet elke keer naar de stad te komen voor een simpel consult. Daarnaast is een grote kostenbesparing voor de overheid, maar ook voor de burger uiteindelijk kan het kostenbesparend werken. Daarnaast willen we inderdaad wel aangeven dat elke belangrijke verandering gepaard gaat met uitdagingen. Er zullen inderdaad altijd dingen naar voren komen waar we nog niet over hebben nagedacht, die we moeten verhelpen, die we moeten gaan verbeteren. Dus we willen van iedereen ook vragen, heb geduld, maar de transformatie gaat uiteindelijk een verbeterde gezondheidszorg leveren. Als we dan kijken wie voert dit uit, er is vanuit de overheid is er een lening aangegaan met IDB om het project uit te voeren. Nou, het project dat heet HSSP, dus Health Services Support Project. En een van de componenten daarin, dat is het IIT4H programma. Dat wordt uitgevoerd door een projectteam en het moet gezien worden als een werkarm van het ministerie van Gezondheid. Als we kijken naar hoe het project is opgesteld, dan is dit volgens een framework van de PAHO. De PAHO heeft een framework ontwikkeld samen met de WHO, wat in de regio wordt uitgerold. Dus we zijn niet het enige land wat deze stappen ondergaat. En daardoor kunnen we ook kijken van wat zijn de best effort in andere landen die ons voorgaan. Maar ook wat zijn de problemen waar ze tegenaan lopen, zodat we dat niet ook gaan ervaren. Dus we vinden niet het wiel opnieuw uit, maar we volgen een framework wat al verder op andere plekken is ingezet. Daarnaast moet ik ook zeggen dat eigenlijk alle stappen die we ondernemen momenteel, die zijn samengesteld in de digitale agenda. Die digitale agenda die is samengesteld door alle stakeholders, zorgstakeholders. Dus een grote groep waar iedereen in samen is gekomen, die een agenda hebben samengesteld. En dat is eigenlijk de guideline die wij volgen. En zij hebben ook oversight over de dingen die we uitvoeren. Dus het is niet zo dat wij zelf dingen bedenken en erin zetten. Dat wordt in samenspraak met de stakeholders wordt dat gedaan. Ik denk dat gezondheid, en iedereen kan daar het eens over zijn, denk ik, waarschijnlijk het belangrijkste bezit is van iedereen. Dan is het eigenlijk heel raar dat de gezondheidssector heel erg achterloopt en nog werkt volgens een methodiek van tientallen jaren geleden. Het is nu dus zaak dat we die stap gaan maken om volgens de huidige methodieken de gezondheidszorg te gaan
bereiken en gebruiken. En digitale transformatie is dan niet alleen voordelig, maar ook essentieel. En als we dan kijken naar wat dat uiteindelijk inhoudt voor een burger, dan is dat voornamelijk verbetering van patiëntervaringen. Verbetering van accuratesse en efficiëntie. De minister zei het al, kortere wachttijden. Maar waar we ook vooral naar kijken is een patient portal, zodat mensen inzage hebben in hun eigen gezondheid. Dus wat schrijft een arts nou neer? Welke diagnostiek? Welke medicamenten? Ze kunnen nazoeken, wat houdt dat nou in voor mijn lichaam? Hoe kan ik nou zelf bepaalde stappen maken om verantwoordelijkheid voor mijn eigen gezondheid te nemen? Moet ik meer gaan sporten? Moet ik gezonder gaan eten? Nou, een ander belangrijk element is dat beleidsbeslissingen onderbouwd worden met data. Een hele belangrijke stap in het PAHO-project is gewoon de patiënt veel meer betrekken bij de zorgtrajecten. En dit gaan we doen met die patient portal. Er zal individueel advies gegeven worden op basis van welke diagnose is gesteld. En dat wordt met de patient portal wordt dat bewerkstelligd. Nou, als we dan een vergelijk maken van het huidige systeem met het nieuwe systeem. Wat zijn de voordelen en waar lopen we in het huidige systeem tegenaan? Dus een korte animatie, hoe dat nu in zijn werk gaat en wat voor problemen er zijn. Nou, we ervaren dit denk ik allemaal wel. Als patiënt kom je bij de huisarts, je hebt een afspraak gemaakt bijvoorbeeld om 9 uur. En wat er dan gebeurt is, je kan niet om 9 uur naar binnen. Er is een ontzettend lange wachttijd, het is heel erg uitgelopen, waardoor je gewoon heel lang moet wachten. Vervolgens mag je dan uiteindelijk naar binnen en dan wordt er vanuit het kaartensysteem wordt de kaart van de patiënt bij de arts gebracht. En dan zie je dat deze bestaat in sommige gevallen van heel veel pagina's, gigantisch veel informatie in staat. Allergieën, diagnoses van tientallen jaren geleden. Nou, op het moment dat je dan een klacht hebt en een arts moet kijken van oké, welke medicatie schrijf ik voor, dan zou die eigenlijk het hele dossier door moeten lopen van heb je in het verleden allergieën gehad. Nou, in dit geval is het dan zo dat er een medicament wordt voorgeschreven. Ze hebben niet gezien dat er een allergie is. Maar dan blijkt dat er een aantal jaar geleden toch een allergische reactie is geweest op het medicament wat de arts voorschrijft. Nou, wat er dan gebeurt is die allergische reactie die komt dan natuurlijk naar voren op het moment dat je medicament neemt. En dit zijn gewoon aspecten die kunnen gebeuren met het huidige systeem. Nou, als we kijken hoe dit nou te werk gaat met een digitaal systeem, is eigenlijk hetzelfde. De patiënt die maakt een afspraak, die komt bij de arts aan. Het enige is, we gaan volgens een afsprakensysteem werken. En op het moment dat je met een digitale afspraak werkt, dan zullen de wachttijden, en dat heeft zich ook bewezen in de andere landen, gewoon ontzettend gereduceerd worden. Een ander punt is dat de kaart die wordt dus vervangen door een digitaal systeem. Dus op het moment dat de patiënt uiteindelijk bij de arts terechtkomt, dan kan hij met een druk op de knop je volledige medische geschiedenis inzien. In een van de overzichten van die medische geschiedenis staan dan allergieën omschreven. Ook de allergieën die misschien een tiental jaren geleden naar voren zijn gekomen. En op basis daarvan kan een arts dan een ander medicament voorschrijven, omdat hij in één oogopslag heeft wat zijn de allergieën die bij de patiënt spelen. In dat geval krijgt de patiënt dus een ander medicament, en waardoor die verbetert en dus in plaats van met een allergie zit, ook gezonder wordt. Nou, een ander voorbeeld daarbij is als een patiënt jaren later gaat verhuizen, bijvoorbeeld van Nikeri naar de stad. Het systeem zoals dat nu gaat, is je gaat je aanmelden bij de verzekeraar en je krijgt een briefje mee en daarmee ga je terug naar je huisarts om het dossier over te dragen. Als je een dossier hebt van 15 pagina's, wat er dan vaak gebeurt, is dat de arts een brief schrijft of twee kantjes schrijft van je medische geschiedenis. En daarmee gaan gegevens verloren. En dat wil je eigenlijk voorkomen, want er kunnen cruciale medische gegevens instaan wat voor je nieuwe arts belangrijk is.
Als je dan bij een nieuwe huisarts terechtkomt, dan geef je dat dossier over. Dus het briefje eigenlijk wat de huisarts heeft geschreven met de medische geschiedenis. En dat wordt dan opgenomen in het nieuwe dossier. In plaats van dat dan alle informatie is overgedragen, is eigenlijk hetgene overgedragen wat de arts op dat moment heeft genoteerd. Nou, in sommige gevallen heeft de arts tijdgebrek gehad, is er gewoon maar een gedeelte van de medische geschiedenis genoteerd wat dan overgedragen wordt. Als we dan kijken hoe dat in het nieuwe systeem gaat, wanneer je digitaal gaat, dan is dat eigenlijk met een druk op de knop. Dus de patiënt zal zich nog steeds moeten aanmelden bij de verzekeraar, want die moet een melding maken van, hey, ik ga wisselen van arts. Maar in plaats van dat je dan naar je oude huisarts toe moet, kan je direct naar je nieuwe huisarts toe gaan. Nou, dan meld je je aan bij de nieuwe huisarts, geef je aan dat je wisselt van je oude huisarts en dat het dossier vervolgens opgehaald kan worden uit het systeem. Bij het ophalen van de data, dan zie je dat alles wat gedigitaliseerd is, wat we samen met de stakeholders hebben afgesproken dat het uitgewisseld wordt, dus het zijn allergische reacties, dat zijn diagnoses, medicamenten, vitale functies, gewoon, er zijn een aantal parameters dat we samen met de stakeholders hebben besproken die overgedragen wordt. En die hele medische geschiedenis, die wordt dan in dat geval van het moment dat er gedigitaliseerd is, overgedragen. Dus het maakt het voor de arts makkelijker om volledige inzage te hebben. Voor de patiënt veel minder stappen om uiteindelijk die switch te maken naar een andere huisarts. Een van de zaken die we in de toekomst dan ook gaan opnemen is dat ziektebriefjes die door een huisarts worden voorgeschreven, dat die ook niet meer fysiek worden meegegeven, maar dat die worden geregistreerd in een systeem. De bedrijven kunnen dan via een portal inzage krijgen in waar zijn de ziektebriefjes voor uitgegeven en hoeveel dagen heeft iemand nou ziekteverlof gekregen voor een bepaald onderdeel. Andere voordelen die van digitalisering van de gezondheidszorg naar voren komen. Het is sowieso een efficiëntere, toegankelijke en gepersonaliseerdere zorg. Voor de patiënt heeft dit voornamelijk te maken met betere accuratesse. Een van de dingen die we net al hebben aangegeven, medicatiefouten. Maar een ander punt wat gewoon veel naar voren komt, zijn misdiagnoses op basis van data wat verkeerd is overgenomen. Betere communicatie tussen zorgverleners, maar ook zorgverleningsgroepen. Dus zeg je moet uiteindelijk van je eerste lijn zorg naar je tweede lijn zorg en er wordt een verwijzing doorgegeven, dan kan de tweede lijn zorg uiteindelijk inzage krijgen in je volledige geschiedenis. Waardoor die ook inzage heeft van wat zijn nou alle labonderzoeken die al gedaan zijn? Wat is het verleden van die labonderzoeken geweest? Wat is het verloop geweest? In plaats van dat een specialist dus nieuw labonderzoek hoeft te doen, heeft hij dat meteen ter bereik. Kostenbesparingen is al aangegeven. En vanuit de overheid, efficiëntie en kostenbesparing. Data, wat heel belangrijk is voor beleid. Regulering en toezicht. Maar ik denk ook een heel belangrijk punt is een basis leggen voor internationale interoperability. We hebben het gezien in de coronatijd. Wanneer je naar Amerika wilde voor vakantie, dan had je een QR-code nodig. Nou, die QR-code kon in Suriname niet worden weergegeven. Nou, met een digitaal systeem is dat wel mogelijk. Dus dat zijn allemaal voordelen voor de toekomst waar we naar kunnen kijken. Ik heb het een aantal keer gehad over een patient portal en dat we patiënten meer zelf beschikking willen hebben over hun gezondheid. Nou, hier is een filmpje wat dat dan uiteindelijk inhoudt en hoe dat zou kunnen gaan werken. Dus de patiënt belt bij de huisarts met een klacht.
gaat uiteindelijk naar binnen bij de huisarts en er wordt een diagnose gesteld of er wordt gesproken van oké, wat heeft u, en er wordt vervolgens onderzoek gedaan. Een van de dingen wat we kunnen benadrukken is, we gaan op basis van het ID-nummer wordt er gekeken en zodra je je aanmeldt bij de huisarts, dan wordt er direct een link gemaakt met de verzekeraar om te kijken of de verzekering allemaal in orde is. In dit geval is er een verdenking van de patiënt zelf van een infectie, terwijl de arts denkt van nou, het zou prediabetes kunnen zijn. Er wordt wat additioneel bloedonderzoek gedaan, dus er komt een verwijzing naar het lab. De verwijzing wordt digitaal in het systeem neergezet en de patiënt kan vervolgens naar het lab van keuze en het lab kan vervolgens die verwijzing ophalen uit het digitale systeem en ziet meteen wat er gedaan moet worden. Initieel zal er nog wel een fysiek briefje meegegeven worden, maar die transitie zal gemaakt worden dat het uiteindelijk volledig digitaal wordt gedaan en dat dat fysieke briefje ook weg komt te vallen. Wanneer de patiënt dan bij het lab terechtkomt, dan geeft hij zijn ID-kaart af en op basis daarvan worden dan de onderzoeken die in het systeem staan worden opgehaald en dan kan er bloed afgenomen worden en dan worden die onderzoeken doorgevoerd. Vervolgens, als er resultaten worden geaccordeerd door de laborant, dan worden die goedgekeurd en worden die per systeem direct naar de huisarts gestuurd, zodat hij inzage heeft in de resultaten. Dus je hoeft niet meer langs het lab om de resultaten op te halen, of die worden niet meer verstuurd per WhatsApp naar de huisarts. Het gaat allemaal digitaal, wat het gewoon versimpelt. Wanneer een patiënt dan bij de huisarts zit, dan krijgt hij de diagnose. Nou, dat is vaak in moeilijke taal. Je bent zenuwachtig als je bij een huisarts zit. Vaak weet je niet meer als je naar buiten loopt wat de arts precies heeft gezegd. En ik denk dat dat een van de belangrijke aspecten is met patient portals of inzichten in je eigen profielen. Is dat je gewoon inzage krijgt in wat heeft een arts nou gezegd. En dat kan je helpen als je thuis bent om rustig te kijken van wat houdt dit nou in en wat kan ik zelf gaan doen. We gaan een app maken, dat heet de Arts app, waarbij je dan wordt geregistreerd en dan kan je je volledige medische geschiedenis zien waarbij bepaalde zaken staan aangegeven. Dus je diagnoses, welke medicamenten zijn voorgeschreven, maar ook welke afspraken zijn daar. Er zal personalized info worden gegeven over sporten, over voeding, die daarmee te maken hebben. Dus als je dan thuis komt en je vrouw, vriendin, man vraagt aan je van wat heeft de arts tegen je gezegd? Als je dat dan niet meer weet, dan kan je die app openen en kan je kijken van oké, dit is wat de arts heeft neergezet. Welke diagnose er is. En op basis daarvan kan je dan in Google gaan kijken van oké, wat houdt dit nou in? En wat kan ik zelf verder nog doen om mijn gezondheid te bevorderen? Daarnaast zullen er dan meldingen komen als er nieuwe afspraken worden gezet. Dus zegt er moet een vervolg labonderzoek worden gedaan. Dan zal er worden ingeschoten door de huisarts digitaal. Je hoeft niet meer langs de huisarts. Je gaat direct naar het lab om dat onderzoek te doen. En die resultaten die komen dan met de huisarts. Dus het scheelt voor de patiënt veel loopwerk. Die labresultaten die zijn dan vervolgens ook beschikbaar in de patient portal. Waardoor je ook kan zien, van, is er verbetering opgetreden, ja of nee? Ik heb al een aantal keer gemeld dat eigenlijk een digitale agenda is samengesteld en dat het samen met de stakeholders is gedaan. Er is ook een oversight committee, steering committee, die eigenlijk alle beslissingen die we als team nemen aangeven of dat wel of niet doorgevoerd moet worden. En die stakeholdergroepen die staan hier beschreven. Dus de VMS zit daarin, BOG, medische zending, RGD, meeste ziekenhuizen, maar ook de verzekeringsmaatschappijen, e-gov. Dus er is een grote groep van specialisten die eigenlijk toezicht houden op wat er wordt uitgevoerd en samen maken we beslissingen wat er wel en niet gedaan mag worden en welke data dan ook tussen de verschillende stakeholders uitgewisseld moet worden.
Als we dan kijken naar de roadmap die gedefinieerd is door de stakeholders, dan is er een fase 1 geweest. Waar eigenlijk de maturity model is gedaan, een nulmeting, de lening is afgenomen. Nou, dat heeft van 2015 tot en met 2020 plaatsgevonden. Vanaf 2020 was er natuurlijk corona, dus toen heeft het een tijdje stilgelegen. En in 2022 zijn we echt begonnen met de implementatie. De eerste stappen daarin is eigenlijk awareness creëren bij alle stakeholders. Dus nou alle stakeholders langs gegaan om te informeren wat houdt dit nou voor jullie in. En de burger is ook een stakeholder, dus dat is de laatste stap daar in het traject. En we zullen de komende tijd dus de burger meer gaan informeren. Fase 2 is de development en deployment. Dus dat is echt de applicaties gaan inzetten in het ecosystem. En fase 3 is consolidatie en continuïteit. Nou, dat is nog steeds een beetje hoog niveau. Als we dan specifiek kijken wat dit inhoudt. Dus er zijn vanuit het ministerie zijn technische requirements gemaakt voor health applicaties. Nou, dat heeft gewoon te maken met hoe bepaalde data tussen elkaar uitgewisseld moet worden. Er zijn al bestaande systemen, dus we moeten kijken hoe kan data van bestaande systemen naar het Health Information Exchange platform komen. En hoe wordt dat uitgewisseld naar huisartsensystemen, naar labsystemen, et cetera. Dus die requirements zijn gemaakt. Dat wordt allemaal gedaan volgens bepaalde IT-standaarden die wereldwijd worden gebruikt. En wat ik al aangaf is, in de afgelopen jaar hebben we veel awareness gecreëerd bij de stakeholders. Maar we hebben ook gekeken, wat zijn de concerns? Waar moeten we nou aan denken? Welke dingen moeten we oplossen waar we nog niet over hebben nagedacht? Nou, fase 2 is echt de development, dus daar gaan we nu mee beginnen. De eerste stap daarin is dus inderdaad RGD en MZ. Dus we zijn bezig om te kijken welk digitale systeem gaan we neerzetten bij RGD en MZ. Welke requirements zijn daar specifiek voor het binnenland, specifiek voor RGD om te gebruiken in hun systemen, zodat het ook interoperable is met andere systemen. Dit zal in samenspraak gaan met de opzet van het Health Information Exchange platform. En de volgende stap, dat is al begin januari 2024, is om de privéhuisartsen ook te gaan digitaliseren. Andere zijcomponenten zijn digitalisatie van het death certificate, de patient portal, wat ik net heb beschreven, en dashboards. Nou, in dit geval staat voor het ministerie, maar er zullen meerdere dashboards beschikbaar worden gesteld. De volgende stap, en dat is de laatste stap in dit traject, is de pharmacy, insurance companies, diagnostiek en civil registry. Dus de focus van IS4H is dus echt op de eerste lijn zorg en omringende takken. Tweede lijn zorg en derde lijn zorg zal een vervolgproject zijn wanneer de kinderziektes uit dit gedeelte zijn opgelost. Als fase 3 is het dan continuïteit, verbeteringen en uitbreiding. En vooral verbeteringen, we zullen veel feedback krijgen uit van de stakeholders om te kijken wat we moeten gaan verbeteren. Nou, een van de volgende voordelen die er zijn, ik denk dat dit iedereen wel kan aanspreken, dat dit aanzienlijk wordt verbeterd. Een kind is ziek, de ouders die gaan met kind naar de huisarts. Vervolgens wordt genoteerd wat er aan de hand is. Eerst wordt er gekeken van oké, is verzekerd, welke gegevens zijn er allemaal beschikbaar. En vervolgens ga je naar de arts. Kind is gevallen, in dit geval open wond, heeft koorts opgelopen en heeft een rode plek rond de wond zitten. De arts vermoedt dat het een infectie is en schrijft vervolgens penicilline voor, van een antibiotica voor. Na een aantal dagen of een week of twee weken is het kind ineens flauwgevallen en de ouders die bellen de EHBO of die bellen de ambulance, wordt opgehaald. Het kind komt bewusteloos aan op de SEH. Nou, in dit geval kan dan worden gekeken van wat is de medische geschiedenis van het kind. Heeft hij al antibiotica gehad? Is hij allergisch voor bepaalde zaken? Doordat het digitaal beschikbaar is, zijn ze niet alleen afhankelijk van wat de ouders hebben gezegd. Want die zijn op dat moment in een stresssituatie, dus die weten vaak ook niet wat er allemaal is voorgeschreven. En in dit geval kan er dus meteen gekeken worden. Bijvoorbeeld ook bloedgroep, in sommige gevallen is dat direct beschikbaar en is meteen voorhanden, dat de arts daarop kan handelen. Wordt het kind opgenomen op de kinderafdeling. Die hebben ook weer inzage in de medische geschiedenis en konden op basis daarvan verder handelen.
Daarnaast, op het moment dat het kind op de SEH komt en er wordt inzage gedaan in het dossier, dan zal die gegevens ook meteen naar de huisarts worden gestuurd. Dus de SEH kijkt in het medische dossier en de behandelend huisarts die krijgt meteen een melding van hey, het kind is aangemeld op de SEH en de gegevens zijn ingezien. Nou, en dan na een week of twee weken gaat het kind het ziekenhuis uit. Als we dan kijken naar de strategie die we hanteren, ik heb het net al kort in de roadmap aangegeven. We hebben requirements vastgelegd voor huisartsinformatiesystemen, voor het health systeem in general, maar ook voor een health information exchange platform. Dat was de eerste stap. Nou, de tweede stap die we hebben doorlopen zijn alle systemen die in het ecosysteem al operationeel zijn, evalueren samen met de leveranciers. En met deze leveranciers kijken van oké, welke standaarden of welke zaken moeten jullie nou veranderen om nog operationeel te zijn in het ecosysteem. De volgende stap daarin zal een certificeringsstap zijn van deze systemen. We moeten natuurlijk zeker weten dat deze de goede data uitwisselen op een goede manier, zodat er geen verkeerde gegevens in het dossier komen te staan. Dus dat zal begin oktober plaatsvinden en vervolgens zullen we een openbare aanbesteding gaan doen voor RGD en MZ. Heel belangrijk, denk ik, in dit geheel zijn eigenlijk de reguleringen. Dus we zitten te kijken naar privacywetgeving. Er is een groot juridisch team in Ice4Age die kijkt hoe moeten we de privacy voor digitale gezondheidszorg ook in de wet vastleggen. Nou, een tweede aspect is de privacywetgeving is eigenlijk een parapluwet, is dat we specifieke wetgeving gaan maken voor digitale gezondheidszorg. Daar zijn ze ook al mee bezig. En daarnaast is een van de reguleringen is dat het aan de vergunningen komt te hangen van de eerste lijn zorg. Dus de huisartsen die zullen vervolgens moeten gaan digitaliseren vanaf een bepaalde datum. Een ander punt daarin, en dat heeft de minister ook al aangehaald, is dat het beheer en het onderhoud van het systeem, maar ook de data extraheren, statistieken doen op basis van de data die beschikbaar is, dat moet door een partij worden gedaan. Dus momenteel wordt er een nationale zorgautoriteit opgericht en daar zal een tak in komen data en die zal het beheer en het onderhoud van het systeem doen en verder rest de analyses ook uitvoeren. Iedereen die op het Health Information Exchange platform wordt aangesloten initieel zal een contractuele afspraak maken met de National Health Authority waarin ook sancties zijn opgenomen als er misbruik van gemaakt wordt. Dus uiteindelijk zal de National Health Authority ook die sancties kunnen uitvoeren. Die Nationale Zorgautoriteit die heeft drie onderdelen, of drie takken zometeen. Herstelplan Zorg, die zijn ook hier aanwezig, die zijn daarvoor verantwoordelijk, samen met het ministerie van Volksgezondheid. De drie takken die daarin staan beschreven zijn beleidsanalyses en voorbereiden van beleidsadviezen. Het tweede is toezicht en advisering van beleid en wet en regelgeving inzake het zorgstelsel. En als derde, dat gaf ik al aan, coördinatie van het gezondheidsinformatiesysteem. Waarbij een onderdeel is de ondersteuning van informed evidence-based policymaking. Nou, de zaken die daarin gemoeid zijn, zijn echt het bewaken van de health IT-standaarden, de informatie die in de informatiesystemen staan, beschikbaar stellen. Een hele grote tak gaat om beveiliging, dat de gegevens van de patiënt beveiligd zijn. Protocollen, compliancy en ook de privacy reguleren. In de toekomst zullen er waarschijnlijk onderzoeken worden aangevraagd. Dat zal allemaal via de National Health Authority worden gedaan. Maar ook klachtenafhandeling van specialisten of van huisartsen voor inbreuk op patiëntengegevens. Dat zal allemaal via deze autoriteit worden afgehandeld. Nou, als laatste wil ik eigenlijk meegeven, concluderen, is dat de digitale transformatie van een zorgsector echt een stap is naar de toekomst waarin de zorg toegankelijker wordt voor iedereen, efficiënter gaat worden, maar ook persoonlijk voor alle burgers. En dat een positief effect heeft voor iedereen op verschillende aspecten. Het systeem wordt eigenlijk in werking gesteld of we doen het project voor alle burgers, maar het wordt gedaan door alle stakeholders, dus iedereen heeft daar invloed in. En we krijgen het alleen voor elkaar door samenwerking, advies, maar ook kritiek van organisaties, patiëntenorganisaties, stakeholders, om te kijken waar we kunnen verbeteren. En we krijgen het voor elkaar met teamwork. Nou, als laatste wil ik meegeven dat er een website is gemaakt voor Ice4Age, waar jullie eigenlijk de vorderingen van het hele project kunnen volgen. Dat is het einde van de presentatie.
We hebben nu de panel on stage. U wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan de panel. Zijn er vragen vanuit de zaal? Goedemiddag alle. Steven Tel, RGD. Ik heb een vraag over de mogelijkheden van het digitaal systeem met betrekking tot de participatie van de patiënt. En wel, heden ten dagen worden er folders uitgereikt. En ik vroeg me af in hoeverre er een mogelijkheid is om in het systeem modules klaar te leggen die dus door de patiënt kunnen worden doorgenomen. En als de patiënt het programma of die module heeft doorgelopen, dan weet de behandelaar dat die persoon daadwerkelijk de informatie die betrekking heeft op de specifieke klacht waar de patiënt zich voor heeft aangemeld, heeft doorgenomen. Kostenbesparend in die zin dat je geen folders meegeeft. Zolang de patiënt de module die klaargelegd wordt door de arts heeft doorgenomen, die vink je dan door, dan weet de arts ook die persoon heeft het doorgenomen. En daardoor heb je ook een stukje participatie van de klant, cliënt, met als voordeel dat de behandeling ook effectiever is en je niet alleen maar pillen uitschrijft. Dus dat was mijn vraag, in hoeverre heeft het systeem die mogelijkheid en zo niet wat jullie bevinding is hieromtrent. Dank u wel. Goeiedag. Ja. Dus in principe is dit een verlenging van de patient portal. De eerste fase van de patient portal is natuurlijk de connectie leggen naar de huisartsinformatiesystemen en de diagnoses, medicamenten, allergieën meenemen. Maar een grote tak gaat erin zijn ook om een advies mee te geven volgens animaties. Wat houdt een diagnose nou in? Wat kan je nou doen qua sport? Wat kan je nou doen qua gezondheid? Maar een volgende uitbreiding zal zijn inderdaad protocollen meegeven, folders meegeven, zodat ze dat kunnen lezen. In plaats van dat ze het zelf gaan opzoeken online, krijg je dus eigenlijk gestandardiseerde informatie wat in de patient portal terechtkomt, wat de patiënt kan zien. En er is dan een interactie tussen die patient portal en het huisartsinformatiesysteem, waardoor je eigenlijk kan zien of iemand iets wel of niet heeft gelezen. Dus die stap is er, maar dat zal wel een toekomstige stap zijn. Dank je. Dank je voor die vraag. Zijn er nog meer vragen vanuit de zaal? Ik ben journalist uit Nederland en ik ben van origine verloskundige. Een beetje dichterbij. Ik schrijf voor de Waterkant. Ik kom uit Nederland, ik ben van origine verloskundige en ik ben altijd geïnteresseerd geweest in automatisering. Een van de dingen die ik mij afvraag is, als er mensen niet verzekerd zijn, wat gebeurt er dan met de informatie? Kan iemand behandeld worden, ja of nee? En wat gebeurt ook met zijn of haar gegevens? Yes. Eigenlijk is de verzekering niet een bepalende factor in dit geheel. Het is natuurlijk bepalend voor een huisarts of hij wel of geen zorg verleent. Dat is aan de huisarts op dat moment. Maar op het moment dat hij zorg verleent, hij zal de informatie registreren in het huisartsinformatiesysteem en zal dat worden opgenomen. Dus verzekering, er is volgens mij een verplichting van verzekering, als ik me goed kan herinneren. Maar als iemand niet verzekerd is, betekent niet dat de zorg daarvan niet bereikbaar is. Oké. En het gaat op basis van ID-nummer? Ja, dus iedereen in Suriname die krijgt vanaf geboorte een ID-nummer. En we zullen het hele systeem, dus vanuit laboratoria tot huisartsen, zal op basis van het ID-nummer worden vastgelegd. En we weten wel dat tot een leeftijd van 16 jaar vaak, of in sommige gevallen, mensen het ID-nummer nog niet weten. Dus we zullen wel een extensie daarin doen om op basis van achternaam, voornaam en verzekeringsnummer op basis daarvan het ID te achterhalen. En in het geval dat er dan dubbele records naar voren komen, zullen we toch vragen aan de patiënt om langs CBB te gaan om het ID-nummer op te halen. Oké, duidelijk. Dank u wel. Dank u voor de vraag.
Ja, Melvin Uiterlo, medische zending. Een vraagje. Ik heb bedankt voor de presentatie. Ik heb ook gekeken naar die animatie. Heel interessant. En bij mij de vraag dus, hoe zullen we voor het binnenland de beschikbaarheid van internet, om dus zo'n app te kunnen gebruiken. Het tweede is, niet ieder weet te lezen en te schrijven, dus om te lezen. Dus hoe hebben jullie alternatieven bedacht om dit op te vangen, zodat het ook voor deze mensen beschikbaar is en betaalbaar is? Want er is voor hun, kijk, hier in Paramaribo is er genoeg internet. Je kan altijd een app gebruiken, je kan al deze dingen doen. Maar voor het binnenland is het toch nog een grote challenge. Dus hoe denken jullie daarmee om te gaan? Thanks. Ja, goedendag. Bedankt voor de vraag. Wij hebben gekeken, we hebben al gesprekken gehad met Digicel en met Telesuur over het bereik in het binnenland. En we hebben ook naar Guyana gekeken, waar ze bijvoorbeeld Starlink gebruiken om het binnenland te bereiken. En wij kijken naar alle drie de mogelijkheden om te kijken wat in het binnenland gebruikt kan worden. Dat is inderdaad voor internet, is dat inderdaad zo. De bereikbaarheid van de patiënten qua talen, er zal een marketingstrategie worden gedaan in verschillende talen. Daar is de change management lead is daarvoor verantwoordelijk. En zo gaan we ook kijken hoe we het binnenland kunnen bereiken. Maar een van de onderdelen binnen de patient portal gaat zijn dat we aan de hand van animaties gaan uitleggen wat er precies speelt. En dat zal dan ook in verschillende talen plaatsvinden. Dus we moeten misschien kijken naar binnenland in samenwerking met jullie van hoe we dat makkelijk beschikbaar kunnen stellen, dat het ook begrijpbaar is voor de mensen in het binnenland. Thanks voor de kleine verduidelijking. Om die app, ja, die zo'n patiënt gaat naar huis. En er staat het ene en andere is een soep. Aan de hand van de soep is er wat informatie staat daar geschreven. Maar zo'n patiënt weet niet te lezen. Dus hoe gaat zo'n patiënt dus die informatie interpreteren of de informatie uitleggen aan zijn of haar partner? Dus kunnen we iets daarvoor bedenken? Dat is dus aan de hand van die animaties. Dus inderdaad, de soepstructuur wordt vastgelegd, maar dat is meer het digitale paspoort. Waarin je dan dus de diagnose ziet, et cetera. Maar als ze dat niet kunnen lezen, dan is er een onderdeel binnen de patient app die uitlegt met eigenlijk cartoontekeningetjes van wat het nou precies inhoudt. Dus ook als mensen het niet kunnen lezen, kunnen ze op die manier wel begrijpen wat er speelt. Maar nogmaals, wat ik al zei, het is misschien goed om samen te gaan zitten en misschien ook een keertje naar het binnenland te gaan, te kijken van oké, wat is feedback vanuit die regio van hoe we het willen gaan aanpakken. Ja, nog even aanvullend, wij gaan dus inderdaad ook onze de diverse apps en zo die er zijn, of die er zullen komen, die gaan we dus ook echt specifiek designen op de need van de diverse culturen die in het binnenland zijn, die hier in de stad ook zijn. Het laatste wat ik in feite voorstel, is dus dat jullie moeten gaan denken aan een manier om dat wat staat geschreven om te zetten in een iets dus, waarbij er gesproken wordt. Dus dat die persoon op kan klikken en dus kan lezen, kan horen wat er gezegd wordt. Dus dat is waar ik naartoe ga. Thanks. Oké, we zullen dat zeker meenemen. Thank you. Goedemiddag, mijn naam is Gloria Botsen. Een vraagje. Digitalisering in de zorg, geweldig. Is er ook gedacht aan mensen die ouderen, senioren, burgers, die digitaal niet zo vlot zijn of helemaal niets weten, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking. Is daarover nagedacht hoe we dat gaan aanpakken? Uiteraard. Kijk,
Ik denk dat de gezondheidszorg voor ouderen in principe niet gaat veranderen. Hetgene waar we naar kijken is de patient portal. Maar op het moment, veel ouderen in het buitenland, die gebruiken inderdaad geen digitale, die hebben geen computer thuis, et cetera. Het betekent niet dat er geen zorg verleend kan worden op het moment dat je geen bereik hebt tot die patient portal. Dus de gezondheidszorg zal voor deze ouderen gewoon in principe in hetzelfde blijven. Alleen de manier waarop de data wordt opgeslagen is verschillend. Het is dan in een systeem. Wat een oudere in dit geval wel zou kunnen doen, is dat kinderen of familieleden toegang kunnen geven tot die patient portal om ook uit te leggen aan de ouderen van wat is er nou vaak besproken. Dus ik denk dat het toch nog ook een additionele toevoeging is voor de ouderen of andere groepen die niet zo digitaal zijn, om er gebruik van te maken. Dus we zijn er wel mee bezig. Goedemiddag. Ik wil als eerste de minister feliciteren met deze stap. En ik heb ook een vraag aan u. Hoe veilig is dit systeem? En heeft de leverancier van de PC's, hebben ze wel veiligheidssoftware ingebouwd? Om zeker niet alleen de hardware, maar ook de software te beschermen met betrekking tot de data van de patiënten. Dank u wel. Ik waardeer dat die vraag aan mij gesteld wordt. Maar ik heb toch liever dat een van de experts deze vraag beantwoordt. Als het gaat om privacy, hebben we ook een mevrouw Bromet die daar een update kan geven over legal aspecten. Maar ook wat betreft specifieke veiligheid en van software en bescherming van data op uiteraard dreigingen. Daar kan het team ook op ingaan, hoor. Ik zal denk ik beginnen over de veiligheid. Binnen de requirements, en ik denk dat dat wereldwijd het geval is in health automatization, is encryptie van data, persoonsgevoelige data, is key. Het is eigenlijk een verplichting in alle gevallen. En wat er gaat gebeuren, en dat staat ook in de requirements omschreven, is dat NAW-gegevens losgekoppeld zijn van de health-gegevens. En dat betekent dat op het moment dat iemand een computer opent en die eigenlijk geen toegang zou moeten hebben tot dat systeem, de data niet zou kunnen lezen. Dus dat is als eerste. Het tweede is natuurlijk dat er vanuit het systeem zelf, als je inlogt als arts, dat er een dubbele authenticatie is om het systeem in te komen. Dus er wordt heel veel nagedacht over security. En dit is ook een eis vanuit IDB die daar technisch bovenop zit. Dus de architectuur wordt ernaar gekeken om gewoon zorg te dragen dat de personal health information van de patiënt gewaarborgd is. Ik denk, om nog één laatste ding te zetten. Het Health Information Exchange platform wordt zometeen eigenlijk een black box waar niemand op in kan zien. Dus op het moment dat draait, heeft niemand toegang tot die database om daar inzage in te hebben. Waardoor je dus eigenlijk die personal health information daarmee ook secure maakt. Ik zal nu Minouche geven, die zal het vanuit een juridisch aspect wat belichten. Ja, goedemiddag. Voor wat betreft het privacy gedeelte is er op dit moment beschikbaar zeg maar de basis. De fundamentals, dus er is onze grondwet en de internationale verdragen en de privacy- en persoonsgegevensbescherming waarover Richard eerder sprak, die dus ons bescherming biedt over onze informatie, die is nu bij de DNA in behandeling en vervolgens werken we aan een specifieke wet voor de zorg. De patiënt is altijd de eigenaar van zijn eigen data en de huisarts is de controller. Ja, goedendag nogmaals. Nog een aanvulling met betrekking tot ouderen die een beetje digitaal analfabeet zijn, laat me dat zeggen. Het gaat meer om, in de gezondheidszorg werken we meer met wat we noemen eigenlijk de patient-centered care. De patiënt als partners. Maar dan hebben we ook een andere family-centered care eigenlijk. Wij proberen, althans de gezondheidswerkers, ook familieleden bij te betrekken in de zorg, in de management van zo'n patiënt. Dus de familieleden, wat er is aangehaald, de family-centered care, de familieleden kunnen ook meehelpen. Want de verantwoordelijkheid ligt ook niet alleen bij de providers, maar ook bij die mensen.
Zijn er nog meer vragen vanuit de zaal? Zou het panel nog iets willen aanvullen? Ja? Oké, wat ik wil aanvullen is in principe voor degenen die ook al jaren aan de weg timmeren in de zorg. Ik denk dat er op meerdere momenten pogingen zijn ondernomen om een stap te zetten richting digitalisering van de gezondheidszorg. En we hebben individuele initiatieven gezien. We hebben initiatieven gezien vanuit de overheid, de centrale overheid. We hebben initiatieven gezien vanuit individuele verzekeringsmaatschappijen, particulier dan wel overheidsmaatschappijen. We hebben initiatieven zelf gezien van patiëntenverenigingen, consumentenbehartigingsgroepen. Ik denk dat alle initiatieven belangrijk is dat het ultieme doel was om efficiëntie na te streven, meer structuur te geven aan het verzamelen van data, registratie, met als belangrijkste doel om gewoon op de gezondheidssituatie van de Surinamer het algemeen te verbeteren, maar ook comfortabeler te maken voor zowel werkers in de zorg als wel de patiënten, dus de consumenten. En we hebben ook kunnen constateren uit de analyses, ook vanuit het IS4H-team, maar ook vanuit het ministerie van Volksgezondheid Herstelplan, dat al deze initiatieven ergens zijn gestrand. En sommige door gebrek aan financiële middelen, sommige door gebrek aan politieke wil, sommige door gebrek aan kennis of niet genoeg betrekken van expertise. Maar ook de demotivatie die er algemeen heerst om van hoe moet je zo'n complexe zaak goed gaan trekken. En hoe moet je ervoor zorgen dat alle actoren in de zorg, want het systeem gaat pas functioneren als alle actoren in de zorg, alle schakels, alle componenten op een of andere manier betrokken zijn, maar ook hun coöperatie verlenen aan het systeem. Dus we hebben gemerkt, ook als u kijkt naar de basiszorgwet van 2014, gaat u zien dat in de memorie van toelichting opgenomen is dat het ontbreken van data, het ontbreken van medische gegevens, eigenlijk geen ervoor zorgt dat de zorg stuurloos is. Dat degenen die daar regie hebben, en wij zijn op dit moment de beleidsmakers op het ministerie van Volksgezondheid, dat als je geen regie hebt, als je geen data hebt, je ook geen sturing kan geven aan belangrijke processen. Zeker als het gaat om de investeringen in de zorg, investeringen in public health, investeringen in emergency preparedness. Hoe ga je daarmee om? Hoe moet je je farmaceutische hulp inrichten? Hoeveel medicamenten hebben wij jaarlijks nodig? Kunnen wij forecast maken zoals dat gebeurt in vele landen op basis van analyses van consumptie van medicamenten? Welk impact zal public health interventies hebben op het terugdringen van een aantal ziektes waardoor je ook daardoor kan koppelen het besparen in de zorg? Wanneer wij als ministerie ziekenhuizen vragen, specialisten vragen, artsen vragen om efficiënt te werken, dan moeten we ook als ministerie de stappen zetten om vanuit structuur, vanuit beleid, de efficiëntieslagen ook te ondersteunen. En het willen digitaliseren van het systeem heeft niets anders dan als doel om de efficiënties in de zorg te verbeteren. Zicht te hebben op processen. Om het maar even ook te noemen, declaratieprocessen, wat hier misschien niet veel belicht is, maar ook declaratieprocessen zullen veel beter lopen, waardoor de financiële garantstelling van diensten in de zorg ook verbeterd wordt. En ik denk dat wij allemaal baat hebben bij een zo goed mogelijk functionerend systeem, waarbij uiteraard, en er zijn terechte opmerkingen hier genoemd, als de uitdagingen, wordt er hier rekening mee gehouden, hoe staat het met de groepen, die minder toegang zouden hebben tot IT. Dat allemaal wordt meegenomen. Maar feit is wel dat er de afgelopen 2 jaren, zeker ook met ondersteuning van alle stakeholders, maar ook IGOV, dat er een serieuze politieke wil is van de regering
om het digitaliseringsproces eindelijk een goede vorm en gestalte te geven. En we weten dat er is, zoals de roadmap, zodat hebt u de roadmap gezien, dat er een heel lang traject is genoemd. En mensen zeggen, ja, maar u bent nu in 2023 en u begint al zaken aan te kondigen voor 2027. Er moet ook continuïteit zijn van bestuur, goed bestuur. En natuurlijk zal dit plan zo goed mogelijk slagen binnen onze uitgezette tijdlijn, wanneer we 1. De financiële middelen voorhand hebben. 2. Het begrip er is bij alle componenten, alle stakeholders. Aan expertise en kennis twijfel ik nu bijna niet meer, omdat vrijwel alle betrokken en belangrijke stakeholders in de IT-sector betrokken zijn. We roepen uiteraard ook iedereen op, als er andere inzichten zijn of andere kennis buiten is, om ook contact te maken met het ministerie, zodat we kunnen kijken hoe die nuttige input gegeven en gebruikt kan worden. Maar feit is wel dat het ministerie, de huidige directie, ondersteund door IS4H, Herstelplan en IGOV en andere de relevante instituten, een serieuze stap gaan zetten om zo snel als mogelijk, en we hebben nog geen datum hier gehoord, maar zo snel als mogelijk de digitalisering vorm en gestalte te geven, dat het ook merkbaar zal zijn bij die samenleving. Want tot nu toe is de samenleving nooit echt betrokken geweest van dit is nu echt de stap. Mensen moeten gaan beseffen dat digitalisering ook impact zal hebben op hun doen en laten in de dagelijkse consumptie van zorg. Ja, dus er zal veel onbegrip zijn, er zullen veel vragen nog ontstaan. We hebben binnenkort ook vanuit het herstelplan een grote meeting gepland met patiëntenverenigingen. Ik kijk met name naar mevrouw Gloria. We zijn al 2-3 weken bezig vanuit het ministerie te zoeken naar verenigingen die georganiseerd zijn. Patiëntenverenigingen, belangenverenigingen in de zorg. We roepen iedereen op, want we gaan ook in overleg met u. We gaan ook IS4H vragen, presenteer voor wat de patiënt mogelijk zal ervaren in dit traject. Dus de timing hier is heel belangrijk. We hebben ook inderdaad, ik kan in één periode refereren in 2013 of 12 toen ik bij de RGD zat, dat ik ook ergens zag dat op een poli een computer was geïnstalleerd, van we gaan nu echt digitaliseren. Iedereen keek heel enthousiast ernaar en het is gewoon daarbij gebleven. Dr. Kunjbihari, u weet dat zelf. Maar we hebben veel grotere plannen en een veel groter doel. En ik denk dat nu de stap gezet is met het IS4H lead team, dat er heel serieus gekeken is naar alle facetten, alle aspecten binnen het proces van digitaliseren. En we hebben er vol vertrouwen in dat ondanks de situatie in de gezondheidszorg op vele vlakken moeilijke tijden doorstaat, dat we toch ook het digitaliseren een kans van slagen moeten geven, omdat ook dit zal helpen om die actuele problemen in de zorg zoveel als mogelijk te helpen oplossen, maar ook vooral te voorkomen. Dus wij roepen van deze plaats uit, roep ik als minister, de totale samenleving op, alle actoren in de zorg, van als u IS4H-team bij u krijgt, geeft u het vertrouwen, hebt u het vertrouwen in dat het proces tot digitaliseren nu eindelijk een keer in Suriname vorm en gestalte zal krijgen. Met de partners als PAHO, met de financiële partner als IDB, die ook het vertrouwen op meerdere malen hebben uitgesproken richting het team, richting het proces tot waar we vandaag zijn. U ziet ook de realisatie hier. Het zijn niet 2 computers die zijn overhandig. Ik heb net de lijst bekeken. Het zijn meer dan 110, 120 computers die naar de instellingen gaan, rekening houdend met hun capaciteit. Waardoor we in elk geval alvast de randvoorwaarden hebben om te starten. En met dit pleidooi kan je zeggen wat ik hier hou, is eigenlijk dat ik aangeef dat wij draagvlak zoeken, ondersteuning zoeken. En natuurlijk is elke vorm van support, maar ook kritiek, zolang dat als doel heeft om op te bouwen, dat wij die zeer verwelkomen. Dus het zal niet hierbij blijven. Ik begrijp dat er ook een hele PR-campagne opgestart zal worden na deze persconferentie. En we zullen meerdere momenten plannen dat de samenleving goed
en in alle talen ook geïnformeerd zal worden over de stappen die we zetten. We gaan kleine stappen maken, maar ik kan u garanderen, als u ons het vertrouwen geeft, dat het wel heel goed komt met het digitaliseringsproces van onze gezondheidszorg. Dank u wel. Ja, ik vraag toch de heer Ramadien nog. Dank u minister. Misschien dat ik wat kan toevoegen, dan is het als verantwoordelijkheid vanuit e-government. Het ISH-project is een deel van het totaal nationaal digitalisatieproject binnen de overheid. En de minister heeft het gezegd, we juichen het toe, we ondersteunen. Maar het is een verantwoordelijkheid van ons als e-government ook om de randvoorwaarden in place te brengen. En er zijn een aantal projecten waarmee we bezig zijn. Er is een project dat binnenkort ook start met ondersteuning van IDB. Het totaal populatieregister bij CBB volledig te digitaliseren. Zodat we beschikken over accurate data van onze populatie. En als onderdeel hiervan wordt waarschijnlijk komend week al onze nationale digitale strategie 2023-2030 gelaunched. Dat wordt overhandigd aan de president. Alle stakeholders zijn betrokken geweest. Maar we creëren ook een digitale infrastructuur voor uitwisseling van gegevens. We ondersteunen bij het gedeelte van privacywetgeving. We hebben laatst nog gesproken dat we dit jaar nog op agenda van DNA willen hebben, omdat dat een van de voorwaarden is. En je hebt het mooi gezegd, binnen dit geheel, de principe blijft dat de burger owner is van zijn data. En wij gaan ervoor zorgen dat er een platform, een portaal komt waarbij elk burger anytime kan inzien wie inzage heeft gehad in zijn of haar data. Want alleen dan ben je owner van je data. En veiligheid is ook aangehaald. Er is een overheidsdatacenter waar straks alles gehost wordt. We zijn al gestart met een project om het overheidsdatacenter ISO te certificeren conform internationale standaarden. Dat moet komend jaar een feit zijn. En daarnaast, we starten 15 september, wordt er een contract getekend voor het opzetten van een nationale cybersecurity center in Suriname. Ook een project met de IDB en ITU. Allemaal randvoorwaarden om alle projecten te stimuleren en de veiligheid te garanderen. Dank u. Nou, dank u wel. U ziet dat dus het IS4H project, digitalisering van de zorg, compleet past in het integraal beleid van de overheid voor het digitaliseren van een heleboel processen. En we zijn erg blij dat ook het e-government, e-gov dan, de nodige stappen heeft gezet en ook in uitvoering is voor het realiseren van een aantal belangrijke mijlpalen op dit gebied. En dat zal allemaal bijdragen dat ook het hele de totale populatie, de efficiëntie van processen ook gewoon verbeterd wordt. Dus al bij al zijn we erg trots en ik wil van deze plaats ook IS4H lead team, legal team, IS4H, onze directie, de instituten die meewerken, de PAHO, de IDB, iedereen bedanken, alle actoren die hebben meegedragen tot nu toe aan het kunnen realiseren van wat we tot nu toe hebben bereikt. En onderschat u het niet, het is een zeer belangrijke mijlpaal die gehaald is. En we gaan verder in de komende periode met u overleggen en communiceren over wat van u verwacht wordt en wat u van ons mag verwachten. Dank u wel. Dank u. We zijn aan het eind van de persconferentie. Ik wil jullie allen bedanken voor jullie aanwezigheid. En ook van de kijkers thuis, bedankt om het mee te volgen. Als u meer wil weten over IS4H, we hebben een website. De IS4H Suriname website. Daar kunt u heel veel over lezen. We hebben ook een Facebookpage waar we continu updates op zullen plaatsen. En als u vragen hebt, mag u altijd wel onze mail sturen naar is4h.suriname@gmail.com. Dank je.